Ja, maar je bent niet altijd dik geweest. En toen jij nog niet dik was, hadden jullie verkering. Dus hoe zat dat dan? Want toen vond Jeff je ook mooi. Hoe dat zit, is eigenlijk heel simpel. Ik heb gewoon een bepaalde bouw. Mijn vorige video beviel me eigenlijk heel goed. En ik had het idee dat het jou ook wel beviel. Ik kreeg ook echt wel reacties met: oh, wat fijn dat de make-up date terug is. Ik merkte eigenlijk door die video dat ik dit al heel lang niet meer heb gedaan. En ik denk dat er ook een soort van afstand tussen ons is gekomen. Omdat ik gewoon heel lang al niet meer echt tegen je gepraat heb. Ik heb er een make-up case vol producten. Ik heb hier ook wat nieuwe producten liggen waarvan ik dacht: oh, die pak ik ook gelijk even mee. Die ik opgestuurd heb gekregen van PR-bureaus. Want ja, ik krijg producten, ik doe er heel vaak niks mee. Ik begin even met een moisturizer. Deze is van Glossier. Heeft Angela voor me meegenomen. Oh my god! Slim dit! Zonder dop. Die heeft Angela voor me meegenomen toen ze naar Engeland was, een tijdje geleden. Dus die moisturizer. En ik merk, ik ben nu een beetje wat aan het uitzoeken. Alvast en opnieuw wat producten aan het proberen of een kans geven waarvan ik denk: oh, dat ligt al heel lang in mijn la, maar ik heb het ook al heel lang niet gebruikt. En dat is die moisturizer dus ook. Dan doe ik er een SPF over, SPF 50. En het is ook een primer, water en sweat resistant. Nou, dat hebben we wel nodig. Het is vandaag niet meer zo bloedheet als het vorige week was toen ik de vorige video opnam, maar alsnog is het best wel warm. Ik probeer een beetje de rommel te vermijden op de achtergrond. Dat is een beetje een rommel. Ik ga een mix van deze twee producten aanbrengen. Het is een rommel omdat we gaan verhuizen. Dat zul je waarschijnlijk wel weten. En het is nu bijna nog maar, ja, hoe zeg ik dat goed? Het is nog maar iets meer dan 4 weken tot we de sleutel krijgen. Ja, 4 weken en een dag op het moment dat deze video online gaat. Het is zo exciting, zo spannend en het is zo fijn dat het nu eindelijk dichtbij komt. En tegelijkertijd is het ook gewoon opeens dat je denkt: oh my god, het wordt echt. En dat is zo gek. Ik heb al best wel wat spullen naar mijn ouders overgebracht. Dus vooral wat breekbare items, schilderij, wat ik van mijn ouders kreeg voor mijn verjaardag. De poefdure glazen van Dior. Gewoon dingen die ik nu niet meer gebruik of überhaupt nog ongebruikt wil mee verhuizen. Dus over 4 weken krijgen we al de sleutel. En dat is echt heel gek. Heel leuk. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Op het moment dat deze video live gaat, hebben we een afspraak bij de interieurarchitecten. Zij heeft het 3D-design gemaakt van ons huis. Inclusief vloeren, raambekleding. Nou, echt alles. En ik kijk er zo erg naar uit. Ik vind het zo spannend. Ik lig gewoon heel vaak 's nachts wakker, omdat ik daarover nadenk. Omdat ik het zo leuk vind. Het is van excitement. Het is niet van stress. Dus goed, ik dwaal een beetje af, merk ik. Ik wilde namelijk in deze video wat vragen beantwoorden. Via Instagram kon je me een vraag stellen. En ik dacht, dan ja, tikken we dat ook gelijk weer even af. Dan zijn we wat meer up-to-date van elkaar, zoals het hoort bij een make-up date. Er kwamen best wel leuke vragen binnen. En de eerste vraag waarmee ik wil beginnen is: hoe gaat het nu mentaal met je? Mentaal staat dan tussen haakjes. Ik vond het wel een fijne vraag, omdat ik het altijd heel lastig vind als iemand vraagt hoe het met me gaat. Omdat dat zo'n breed begrip is. Dus dan denk ik: ja, op dit vlak gaat het wel goed en op dat vlak niet zo. En als je vraagt: oké, hoe gaat het mentaal met je? Denk ik: oké, dan kan ik daar een antwoord op geven. En ja, dat is eigenlijk dat het heel erg goed gaat mentaal. Ik zit mentaal heel goed in mijn vel. Ik voel me goed. Ik heb weinig last van mijn depressie momenteel. Ik denk echt dat dat de invloed is van de zomer. Omdat het, ja, langer licht is. Lekker met de ramen open slapen, de gordijnen zelfs open. Gewoon dat gevoel, dat gevoel van vrijheid, dat heb ik heel erg bij de zomer. Voel ik me mentaal gewoon fit. Ik denk dat dat wel een goede, ja, verwoording ervoor is, dat ik me mentaal fit voel. Tegelijkertijd merk ik wel
dat is ook waar ik het in de vorige video over had, dat ik worstel. Dat ik gewoon weer mezelf even op scherp moet zetten. Of ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dat heeft gewoon puur te maken met de veranderingen in social media. De veranderingen in YouTube, TikTok, Instagram. Wat ik tegelijkertijd heel erg leuk vind. Ik hou er helemaal niet van als het een soort van indoezelt en je er geen uitdaging meer in ziet. Maar wat ook wel spannend is, omdat het je broodwinning is. En ja, toch weer zoeken is naar, oké, hoe ga ik daar nu mee om? Op een manier die bij me past. Want soms wil een platform een kant op gaan die niet bij jou past. Dus inderdaad, waar we het al over hadden de vorige keer. Soms wil YouTube bijvoorbeeld opeens dat je shorts gaat uploaden, korte video's. Terwijl ik op YouTube gewoon lange video's wil uploaden. Dus dan denk ik van, ja, wat moet ik er nou mee? Tegelijkertijd zit ik hier al 13 jaar en heeft YouTube al heel veel verschillende dingen geprobeerd. Heb ik het gevoel dat we gewoon even toch een jaar of 10 terug in de tijd zijn gegaan met hoe YouTube er nu uitziet en ook wat de kijkcijfers, de views van iedereen zijn. En dan voelt me dat, ja, dan vind ik dat toch ook alweer ergens leuk. En ook alweer een uitdaging om te blijven uploaden wat je wil uploaden. En je niet te gek laten maken door, ja, YouTube die nu opeens aan shorts begint. Ik heb trouwens nieuwe kwasten van Morphe gekregen. Die zijn vegan. En ik dacht, ik ga me gewoon volledig met die kwasten opmaken. Want ik heb ze echt allemaal gekregen. Dus dat is best wel veel. En ik vond het wel leuk om ze nu gelijk even te testen. Ik weet niet of dit nou een kwastje is voor onder mijn ogen, maar ze hebben allemaal dezelfde haren. Ze zijn allemaal vegan. Deze is bijvoorbeeld bedoeld voor foundation. En daar heb ik gewoon even mijn beauty blender voor gebruikt. Het voelt wel goed. Lekker stevig. Dat is een beetje dat. Ik ben wel zoekende. Dat merk ik gewoon. En ja, dat is eigenlijk gewoon een paar jaar zo. En sinds ik 30 ben geworden dit jaar, merk ik dat het wel wat extremer is geworden. Ik ben me heel erg bewust van die leeftijd. En een beetje een soort van, ja, dat je het gevoel, ik heb heel erg het gevoel dat ik op de drempel zit van 20 naar 30. Van 20er naar volwassen leven. Zoveel baby's om me heen. En ik merk dat ik die route niet wil belopen. En dat ik mijn eigen plekje wil gaan vinden. Maar dat ik dat lastig vind, omdat ik daar dus niet zoveel voorbeelden van zie. Waar we denk ik als mensen, ja, toch naar op zoek zijn, een vorm van herkenning. Dat was één vraag, enorm uitgebreid beantwoord en enorm van het onderwerp afgedwaald. Dus ik pak weer even de vragen erbij. Back on topic. Heb je een update over de N-Beauty saga en Douglas? Nou, daar ga ik niet zoveel over zeggen. Er is wel degelijk het een en ander nog gebeurd achter de schermen. Ik kijk je bewust ook niet aan, omdat ik het moeilijk vind. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Over N-Beauty. De bal ligt bij Nikki. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik heb wel het idee, ik weet niet of jullie met me hebben meegeboden, gebeden, gebaden. Maar dat mijn wenkjes iets voller zijn sinds de vorige video. Dus ze groeien gelukkig wel weer een beetje bij, heb ik het idee. Ik wil je ook gelijk, want dat heb ik volgens mij nog helemaal niet gedaan, heel erg bedanken voor de ontzettend fijne, lieve reacties op de vorige video. Dus als je de moeite hebt genomen om te kijken en te reageren, heel erg bedankt. Ik heb alles gelezen, ook al heb ik misschien niet overal op gereageerd. Soms vind ik het ook moeilijk om iets erop te reageren, iets wat ik heel lief vind, bijvoorbeeld. Maar dan, ja, dan val ik gewoon een beetje stil. Dus ik hoop dat ik je weer blij maak met een nieuwe make-up date vandaag. Dan wil ik op de volgende vraag komen. En dat vond ik wel een hele grappige. Want ik heb laatst in een Q&A laten vallen dat Jeffrey op dikke vrouwen valt. Nou, als hij kijkt naar vrouwen, andere vrouwen, dan, en als hij denkt van wauw, die vrouw ziet er goed uit, dan is dat een dikke vrouw. Jeff heeft mij echt mijn ogen geopend dat er veel meer mooi is dan wat de maatschappij ons voorspiegelt en waarvan iedereen zegt dat het mooi is. Hij heeft situaties gehad met collega's, zijn oude werk, dat ze dan zeiden van ik vind dat zo'n mooie meid. En dan zegt Jeff, oh, nou, word ik niet warm van hoor. Nee, nee, hoezo niet? Wat vind jij dan mooi? En dan zegt hij bijvoorbeeld model Ashley Graham, plus size model. En dan merk je dat ze een soort van even moeten omschakelen. En dat het dan vaak ook is, oh ja, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Dat betekent niet meer dat ze die vrouw die ze eerst zagen niet mooi vinden. Maar dat er dan toch blijkt dat hun horizon verbreed kan worden. Dit is natuurlijk maar een heel klein voorbeeld.
Maar ik hoop echt dat dit zich meer afspeelt. Dat er niet één soort type vrouw of man is. Wat iedereen mooi vindt. Maar dat het genormaliseerd wordt dat we allemaal onze eigen voorkeuren hebben. En dat er meer ruimte voor komt. Dus ik vind het heel verfrissend dat Jeff een voorkeur heeft voor dikke vrouwen. Hij houdt ook echt van... Ja, van een buikje bijvoorbeeld. Weet je, ook van grote borsten en een grote kont. Maar houdt ook van een buikje. Terwijl een buik toch vaak wat moeilijker is. En vrouwen dat vaak niet mooi vinden en onzeker over zijn. Mijn benen bijvoorbeeld heb ik ook heel lang lastig gevonden. Nou, die vindt hij juist gewoon heel erg mooi. En wat ik daar dan van vind, dat Jeff dat vindt. Ja, ik vind dat hartstikke leuk en hartstikke fijn. En dat voelt heel goed. Er was naar aanleiding hiervan ook de vraag... Ja, maar je bent niet altijd dik geweest. En toen jij nog niet dik was, hadden jullie verkering. Dus hoe zat dat dan? Want toen vond Jeff je ook mooi. Hoe dat zit is eigenlijk heel simpel. Ik heb gewoon een bepaalde bouw. Ik heb bijvoorbeeld nooit onder het gezonde BMI gezeten. Omdat ik op een bepaalde manier gebouwd ben. En ik ook serieus, dit klinkt heel nep, maar ik heb serieus zware botten. Dus alles zat eigenlijk al direct voor mij tegen om... een gezond gewicht te hebben. Ik geloof er persoonlijk niet in, maar dat is hoe het is. Dus ik ben volgens de officiële maatstaven nooit slank geweest. Ik heb nooit een normaal gewicht gehad. Toch heb ik er verdomd slank uitgezien. Toch heb ik er verdomd slank uitgezien. Dat vind ik zelf ook. Als ik foto's van mezelf terugkijk, denk ik, waar ging het over? Deze meid, super slank. Maar ook toen had ik billen. En dikke benen. En een klein buikje. En mijn bouw is gewoon op die manier. Ik weet ook nog dat ik jong was en dat ik naar de schoolarts ging. En dat ik zei, ja, ik was toen ook al heel erg bezig met afvallen. En ik zei, ja, ik wil heel graag... Mijn benen zijn zo dik. Ik wil heel graag niet zulke dikke benen. En die vrouw zei, ja, dat kan niet. Want dat is jouw bouw. En dat vond ik toen al zo fijn om te horen. En dat heeft geholpen met... het accepteren van mijn bouw. Hoewel ik het heel lang heel lastig vond. Omdat ja, nu is het zeg maar mooi volgens Instagram bijvoorbeeld. Nou, maar toen Instagram er nog niet was. Ja, ik dacht altijd dat ik te dik was. Maar goed, terug naar de vraag komend. Ik was dus wel curvy. Om het zo maar even te noemen. Dus ik had altijd wel die vormen. Ik heb zandloperfiguur gehad. Ik heb altijd die billen, die benen. En ook al was ik toen, weet ik niet veel hoeveel kilo lichter dan nu. Het is heel lastig te definiëren, maar dat was zeg maar al mooi voor Jeff. En hij vindt me nu niet minder mooi of mooier of, maar ook super mooi, denk ik trouwens. Misschien vindt hij me wel mooier. Ik weet gewoon dat toen ik aankwam op een gegeven moment... Dat hij zei van, joh, maar er is toch helemaal niks mis mee. Dit is toch hartstikke mooi. En nog steeds maakt hij wel eens foto's van me. Terwijl ik me aan het opmaken ben bijvoorbeeld. Van de achterkant. En dan zegt hij, kijk die taille. Dat vindt hij bijvoorbeeld heel erg mooi. Dus hij vindt heel mooi die verhoudingen. Dus die taille en dan een buik. En billen en borsten. En dat mag gewoon dik zijn. Daar mag gewoon vet zitten. En dat heb ik altijd al gehad. Weet je, in verhouding veel minder dan nu. Maar dat heb ik altijd al gehad. Dus ik denk dat dat het een beetje uitlegt. Ik snap dat het een interessant onderwerp is. Ik vind het zelf ook interessant. Ik heb Jeff er al heel veel vragen over gesteld. Omdat ik het zelf nog nooit hoorde van iemand anders. En nu weet ik van, ah, maar dit is wellicht een... Dit is gewoon wel degelijk, dat wilde ik zeggen. Wel degelijk een lichaamstype waar je ook een voorkeur voor kunt hebben. En dat plaatst alles weer in perspectief. Ik ben best wel blij met mijn huid. Even een break, commercial break. Ik ben best wel blij met mijn huid. Ik heb deze twee gebruikt. Het is niet... Het is niet, zeg maar, flawless. Maar ik dacht, nou, voor vandaag hoeft dat ook niet. Gewoon een iets lichtere basis. I like. Ik heb ook even dus nog een beetje Hollywood Flawless filter opgedaan. Oh ja, dan pak ik even mijn bronzer. Gaan we door naar de volgende vraag. Oh ja... Dus daar krijg ik ook veel vragen over van, zou je niet alsnog willen afvallen? En als dat niet nu is, wat in de toekomst? Sta je ervoor open, überhaupt dat? Voor mij, afvallen op zich is geen doel. Want daar geloof ik niet in. Ik geloof er niet in dat in het volgen van een dieet, in aanpassingen maken in je routine, om af te vallen.
Ja, ik geloof erin dat je dan afvalt, maar niet dat je dat volhoudt en dat je dat gewicht wat je kwijt bent, kwijt zal blijven. En ik weet dat hier, dit is altijd een ding wat iedereen heel lastig vindt om te begrijpen, maar dat is gewoon hoe ik het zie. Alle afvalpogingen die ik heb gedaan, hebben me uiteindelijk alleen maar dikker gemaakt. Ik viel af en ik kwam weer aan. En dat wil ik gewoon niet meer. Want dat werkt niet. Het is een emotionele rollercoaster. Mentaal vind ik het heel heftig. Waarom zou ik dat me aandoen? Dus ik vind het heel erg belangrijk dat die focus gewoon verschoven wordt naar: zit je goed in je vel? Beweeg je? Heb je een gezonde relatie met eten? Een gezonde relatie. Het gaat altijd over gezond eten, maar niet over gezond omgaan met eten. Dat zei Jeff een keer en ik dacht: wow, zo simpel. Ik vind het zo mooi. En ja, daar zit zoveel waarde in. Hoe kan het dat de dieetindustrie gigantisch is? Gigantisch. Er gaat zoveel geld in om. En we worden alleen maar dikker. Ik ben daar niet mee bezig. Sowieso vind ik het heel belangrijk om niet alleen maar de hele tijd met je uiterlijk bezig te zijn. Zeg ik me terwijl ik me opmaak. Ik vind het superleuk. Ik hou van make-up. Ik hou van me opmaken. Ik hou van me leuk aankleden. Ik kan me ook echt beter voelen van binnen als het van buiten klopt. Maar andersom is dat net zo. Dat ik nu het zelfvertrouwen heb wat ik heb, heb ik nooit gehad toen ik 30 kilo lichter was, bij wijze van. Omdat ik heb heel veel geleerd. Het zit allemaal van binnen. Alle informatie die ik heb opgeslagen. Dat heeft niet te maken met het gewicht dat je hebt. Niet te maken met de kledingmaat die je draagt. Er niet om geven, dat is pas wat ervoor zorgt dat je tevreden zal zijn. Ho. Maar dit is altijd een uitdaging hoor. Opmaken en praten tegelijk. Ik heb echt zo vaak video's teruggekeken dat ik denk: het is heel leuk wat je allemaal zegt, maar die look die gaat nergens over. Oh my god. Dit is een hele mooie blush trouwens van Laura Mercier. De Tinted Moisturizer Blush. Omdat het een Tinted Moisturizer Blush is, wat eigenlijk een heel raar concept is. En maar daardoor zit hij wel gewoon super mooi en glowy op de skin. De skin. Dit is de kleur Provence. Dus dat was weer even pep talk van Vera. Leuk dat je luistert. Dwing jezelf niet om al tot volle acceptatie te zijn. Er is altijd plek voor groei. Weet je, ook voor mij nog steeds. Ik blijf ook nog steeds leren. En, maar dat wil ik ook, weet je. Anders is er toch ook gewoon niks meer aan. Wat voor vragen hebben we nog meer? Vind je het emotioneel lastig om te verhuizen, om door al je spullen te gaan? Nee, ik heb super veel zin om te verhuizen en om op te ruimen en uit te zoeken. Ik kan serieus ook niet wachten om mijn make-up stash uit te zoeken. Ik ben nu daarom al wat producten aan het proberen, zoals deze twee producten, die al een tijdje liggen. Omdat ik dan denk, ja, als ik het eenmaal ga uitzoeken, wil ik wel weten ja, wat ik ermee wil. Ik probeer mezelf nu een beetje zoet te houden daarmee, voordat ik die video kan opnemen. Het zal ongetwijfeld emotioneel worden. Ja, maar daar denk ik gewoon nog niet te veel over na. Ik heb heel veel zin om in het nieuwe huis, maar tegelijkertijd vind ik het ook jammer dat ik hier weg ga. Ah, volgens mij heb ik al een beetje de vragen beantwoord die ik wilde beantwoorden. Nou, heb ik dat toch weer redelijk oké gedaan. De make-up is prima, denk ik. Het kan ermee door. Ik gebruik nu de MAC Stack mascara. Dat had ik al een tijdje liggen, maar ik was er niet zo van onder de indruk. Ik vond hem best wel clumpy. Dus ik dacht, ik geef hem nog een kans. Ik wil nu zeggen dat het me toch meevalt. Oh ja, en heel belangrijk om het borsteltje recht uit de tube te halen. Want anders komen er echt klontertjes op je borstel. Zo'n simpel iets, maar zo, ja, wat je snel makkelijk over het hoofd kunt zien. Dan heb ik van dit merk, CTZN. Citizen, denk ik. Producten gekregen. En dit merk kreeg heel leuk een berichtje van het PR-bureau. Dat dit merk juist ook heel erg voor alle huidskleuren er is. Dus nudes voor alle huidskleuren. Nou, dat vind ik een heel belangrijk en interessant concept.
En ik wil er eigenlijk ook nog een video over opnemen met Angela. Dat een lipstickkleur bij haar heel anders staat dan bij mij. Creamy. Dit glijdt gewoon. Niet normaal. Wat fijn. Dit is een lipstroke in deu. Echt heel mooi. Nou, gaan we eens even kijken. Dan heb ik lipstick en lipgloss in Capri. Of Capri. Aha, wat slim. Een lipstick en een gloss. In één. En dan de gloss eroverheen. Ah. Oh. I like. Verrassend. Dit ga ik even nader inspecteren. En ook even de andere kleuren gebruiken. Ik zat er ook nog een ander lippotloodje bij. Een meer roze tint. Mijn haar is natuurlijk echt verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat de hoge knotten verleden tijd zijn. Een laag geknot past zoveel meer bij mijn hoofd. Echt hoor. Soms is het gewoon even zoeken in al die trends. Hoe je het je eigen kunt maken. Als het helemaal niet bij je past eigenlijk. Nou, dat is mijn make-up look voor vandaag. Ja, ik wilde nog 101 dingen zeggen die ik natuurlijk allemaal weer vergeten ben nu. Ik denk gewoon dat dit het was. Ik wil je bedanken voor het kijken. Volgende week is er weer een video. Dit keer een verhuisvlog. Mwah. Oh ja, en ik moet nog even... Sorry, even dit. Het kan natuurlijk niet zo. Tot dan. Mwah. Doei.